Het oude watposthuisje was gewoon op. De tand destijds had daar duidelijk zijn invloed op gehad. Het was niet helemaal meer veilig. Er moest veel aan vertimmerd worden. En nu hadden we de kans om iets nieuws te bouwen. Bij de oude watpost was het zo als je met een beetje wind op de veranda stond eigenlijk. Dan trilde je telescoop en dan is dat natuurlijk niet handig, want dan kan je niet tellen. Ik sta hier voor de Engelsmanplaat, een heel belangrijk vogelgebied in het Waddengebied. En de Waddenzee is wereldwijd voor trekvogels van enorm belang, staat in de top 10 van belangrijke vogelgebieden. 12 miljoen trekvogels komen hier jaarlijks voorbij om te broeden, op te vetten, te rusten op hun weg van Siberië via de Waddenzee naar West-Afrika. Omdat dit de plek is waar ze bij kunnen tanken, de vogels. En er zijn maar weinig plekken op de Waddenzee waar ze dat kunnen doen. Het is een hoogwatervluchtplaats en in het noorden van de Engelsmanplaat, daar zit ook nog een hele broedkolonie. Dus het is wel iets heel bijzonders. En het ligt precies op de trekroute van Siberië naar Afrika. Het rif, daar broeden op dit moment de visdief, de Noorse stern, de dwergstern, een aantal schoolexters. Dus dat zijn wel een hele bijzondere aantal vogels die daar zitten. Het wat is helemaal vlak. Je ziet er eigenlijk niets. Dus alles wat er boven uitsteekt, dat heeft een bijzondere aantrekkingskracht. En net als dat in Parijs de Eiffeltoren boven de stad uitreikt en iedereen naar zich toe zuigt, is dat eigenlijk met deze watpost ook. Het doel van die watposten is vooral mensen te geleiden en daarnaast natuurlijk de vogels in de gaten te houden en te beschermen en eventueel te verzorgen dat er heel weinig verstoring plaatsvindt. In het huisje zitten vooral de vogelwachters. Die zitten er eigenlijk vanaf april tot en met september zitten ze hier in een wisseldienst van een week. En dan zitten ze de vogels te bekijken en te monitoren, de verstoringen bij te houden. En daarnaast komen ook watlopers, watvaarders naar dit huisje toe. En die zijn gewoon nieuwsgierig wat hier gebeurt. Stel je voor, er komt hier een zeilboot die valt droog en de mensen die gaan een wandelingetje maken op het rif. Ze zijn zich er niet van bewust dat ze dan binnen een straal van 50 meter alle vogels laten opvliegen en die dus dan ook hun nest verlaten. Nou, de vrijwilligers die hier op de watpost bivakeren, die zullen ze op een leuke manier vertellen wat het belang is van het rif voor vogels en hoe je je als mens kunt gedragen om de vogels niet tot last te zijn. Naast die vrijwilligers die hier de mensen laten weten hoe je je moet gedragen in het gebied, is er ook de bemanning van de Waddenunit. Dat zijn 4 boten van het ministerie van Economische Zaken die hier het gebied inventariseren. Dus hoeveel vogels zijn er, hoeveel zeehonden zijn er. Maar tegelijkertijd ook handhaven en voorlichting geven. Maar zij doen ook de bevoorrading van deze wadwachtpost. Dit project is bijzonder omdat ik naast ontwerper ook watwachter ben. En dan is het eigenlijk leuk omdat ik in de periode voorafgaande bouw heb ik natuurlijk heel goed na kunnen denken over wat er allemaal beter zou kunnen ten opzichte van het oude watpost. Dus met name wat heel belangrijk is dat je goed zicht hebt en natuurlijk een mooie brede balustrade en veranda, zodat mensen ruim kunnen zitten, ruim kunnen lopen om de dingen te doen die ze moeten doen. Werken op een plek als dit is natuurlijk niet zoals normaal aan de wal,
waarbij je gewoon kan denken, ik begin maandag en ik stop op vrijdag en ik ga weer door op maandag. Hier is het natuurlijk telkens, moet je weten van hoe de wind loopt, de tij is altijd anders, elke dag weer is het anders. Dus ja, het zijn allemaal bijzondere omstandigheden. Het huisje is hier naartoe gebracht met een ponton. Die zakt dan op de bodem als het water zakt en vervolgens kunnen de mannen aan het werk. En die kunnen alleen maar aan het werk als het laag water is. Nou, de constructie zie je hier al. Dit soort balken zijn er gebruikt. ASOB hout. 32 bij 32 centimeter. Balken van 10 meter hoog, 8 stuks. En die zijn 3 meter de grond in gespoten. Fantastisch. De watpost zelf staat op een onderconstructie. En die onderconstructie die is 7 meter hoog. Waarom 7 meter? Dat heeft te maken met dat je dan verder kunt kijken. En dat is eigenlijk gewoon waar het om gaat. Goed ver kunnen kijken, zodat je goed zicht kan hebben op de omgeving. De watpost is gemaakt van Akoya-hout, of althans dat is de bovenkant, het huisje en de reling. De trappen zijn van Akoya-hout gemaakt en dat is extreem duurzaam hout. Het is gemodificeerd, waardoor het extreem lang houdbaar is. Onbehandeld blijft het moeiteloos 30 jaar overeind staan. Nou, Vogelbescherming werkt samen met alle natuurorganisaties in het Waddengebied. Staatsbosbeheer, van wie dit huisje is. Maar ook natuurmonumenten, de drie landschappen, de Waddenvereniging en Stichting Wad. Om dat belang van die Waddenzee zo te houden voor vogels. En zo werken we samen met alle natuurorganisaties om die vogels hun rust te laten behouden. En er als mensen van te kunnen blijven genieten.